Hoi allemaal en welkom bij weer een nieuwe zwangerschapsupdate. Ja, ik heb mijn haar even in de krul gezet. Ik dacht, er moet even wat mee gebeuren. Het sneeuwt, maar ik dacht, het wordt alleen maar erger, dus ik ga het nu opnemen. Ik neem het op met mijn nieuwe camera, dus als het goed is het beeld veel beter, het geluid veel beter. Alleen moet ik nog wennen dat er een schermpje zeg maar boven zit waar ik af en toe naar spiek. Om te kijken of ik nog in beeld ben, of dat ding nog werkt, ik weet het al niet. Goed. Jee, oké. Vandaag ben ik 10 weken en 6 dagen zwanger. En dat weet ik zo precies, omdat we vandaag een echo hebben gehad. Jee, zo leuk. Dus het leek me leuk om vandaag dan weer een update te doen. Ik ben vandaag vrij. Ik had veel uren gewerkt, dus ik kon nog vrij nemen. En toen dacht ik, ja, waarom ook niet? En het is een hele mooie dag om vrij te zijn. Nou, ik was wat aan het zeggen en toen ging mijn camera hele rare geluiden maken. Wat ik aan het zeggen was, het is hier heel erg koud. Ik zit op de kamer van Niels, maar daar hebben we nooit verwarming aan, want hij slaapt hier natuurlijk alleen maar. En dat merk je nu. Maar goed, we gaan ervoor. Ik heb dus een echo gehad. Of wij eigenlijk hebben een echo gehad. En bij dezelfde verloskundige als vorige keer. En dat is gewoon een hele fijne praktijk. En het was gewoon allemaal goed. Ik ga het jullie even laten zien. En nou ja, 10 weken en 6 dagen dus. Nou, het was ongeveer wel wat ik had verwacht. Dus dat was niet heel verbazingwekkend. Dit is het. Het kindje. Je kan het niet heel goed zien. Ja, je krijgt dus tegenwoordig filmpjes en foto's digitaal. Dus je krijgt geen, tenminste bij onze praktijk, krijg je dus geen fotootje meer. Dus het is wat lastiger om te laten zien. Maar wel heel leuk. Dat is de kleine. Zo bizar dat met 10 weken al zo'n mensje in je buik zit. Armpjes, beentjes, bewegen, doen, kloppend hartje. Alles was helemaal goed, dus daar zijn we heel erg blij mee. Ik weet niet wat er naar beneden kwam. Ik ben in juli uitgerekend en dus in de zomer. En ik vind het heel fijn om nu te horen dat alles goed is. Ik vond het spannender dit keer dan de eerste keer. Omdat ik inmiddels veel meer mensen ken. Vorige keer was ik de eerste in mijn vriendengroep die zwanger was. En mijn nicht en ik waren ongeveer tegelijk zwanger. Dus dat was eigenlijk het enige referentiekader wat ik had. En nu ken ik natuurlijk mijn hele zwangerschapsclub, vriendinnen die inmiddels kindjes hebben. En ik ken nu, en sowieso als je kinderen hebt, dan hoor je ook veel meer over kinderen of zo. Ik weet niet precies hoe dat werkt, maar ik ken dus ook heel veel meer, zeg maar, verhalen waar het niet goed is gegaan. Of gewoon miskramen tijdens verderop in de zwangerschap, na de zwangerschap, gewoon. Ja, je kent gewoon veel meer nare verhalen. Dus ik vond het eigenlijk best wel spannend dit keer. Vorige keer vond ik het ook spannend, maar dat was het, zeg maar, leuk spannend. En nu vond ik het eng spannend. Dus ik was heel blij dat we, nou ja, een bewegend kindje zagen. Dus heel erg fijn. En nu kan het wereldkundig gemaakt worden. Alleen we willen het heel graag, het is bijna kerst, dus we willen het heel graag aan onze families vertellen als ze allemaal met kerst bij elkaar zijn. Omdat we dat leuker vinden dan, ja, allemaal mensen bellen en appjes sturen. En dus onze ouders weten het, onze broertjes, die vertellen we het. Sorry, mijn telefoon. Onze ouders weten het, die wisten het ook al, dat had me vast, maar heb ik eerder uitgelegd. Onze broertjes gaan we vandaag op de hoogte brengen en dan, de rest... hoort het dan. Ik ga het wel Niels ook vertellen, voor zover hij iets van begrijpt. Maar dat vind ik gewoon leuk, die snapt er nog toch geen hout van. Ik heb een klein worteltaartje gekocht om het te vieren vanavond met z'n drietjes. Het is nu gewoon echt, het is zo gek. Goed, hoe ik me voel, daar gaat het natuurlijk ten slotte om. Het belangrijkste is dat het met de baby goed gaat. Ik kom er wel achteraan gewaggeld. Ik voel me goed. Beter dan de afgelopen tijd, maar ik was gisteren echt zo extreem moe. Had ook best wel een druk weekend gehad en mijn schoonouders waren hier gisteren en ik dacht echt, ik wil gewoon alleen maar liggen, sorry dat ik echt zo niet sociaal ben vandaag. Ze gingen ook echt lekker buiten spelen in de sneeuw met z'n allen en ik dacht echt, nou, leg me maar gewoon neer hier. Ik kon niks meer, ik was zo moe. Maar
eigenlijk ging het de laatste dagen wel beter daarmee. Dus daar was ik al heel blij om. Qua misselijkheid gaat het ook wel beter. Ik weet niet of het vorige keer al was dat ik super had overgegeven 's avonds. Maar ja, ik heb dus... Er zijn een aantal dingen anders dan toen ik zwanger was van Niels. Ik ben namelijk de hele dag door misselijker. Ik heb ook veel meer specifieke smaak dan vorige keer. En ik ben nu gewoon, zeg maar, nou, tenminste, misselijker wil ik niet zeggen. Was vorige keer was ik gewoon alleen maar 's ochtends misselijk. Sessa, ik at wat en dat was prima. Nu ben ik de hele dag door denk ik, nee. En soms denk ik, oh, ik heb wel zin in dit. En dan eet ik en denk ik, oh, oh. En soms heb ik nergens zin in. En ja, dus wat dat betreft is het iets anders. En vooral 's avonds ben ik echt misselijker. Ik eet bijvoorbeeld meestal maar de helft van mijn avondeten van wat ik normaal doe. En normaal eet ik 's avonds nog een stukje chocola of een chipje of zo. Nou, echt niet. Toevallig dus afgelopen week weer 2 keer dat ik dacht, hey, ik heb wel zin. Maar nee, eigenlijk niet. En wat ik... ook merk is dat ik kortademiger ben. En nou weet ik niet zo goed waar het mee te maken heeft. Maar ik hoor het in al mijn filmpjes. En denk je, ja, dat hijgen mens. Dus ik heb het zeg maar zelf niet heel erg door gedurende de dag. Maar ik ben zeg maar, omdat ik astma heb, moest ik al... Nou, toen we wisten dat we op een gegeven moment weer graag wilden gaan proberen of het zou lukken. Of er soms een tweede kindje gegeven was. Wist ik van, nou, dan moet ik dus tijdig weer gaan switchen met mijn medicatie. Want de medicatie die ik heb is niet voldoende bewezen, maar dat het geen kwaad kan. En dat werkte eigenlijk het beste. Maar goed, dan moet je dus een alternatief. Toen heb ik bij de vorige zwangerschap, heb ik van alles, zeg maar, voor de vorige zwangerschap, heb ik van alles geprobeerd. Het viel allemaal tegen en dit was oké. Maar ik merk dat ik echt hijgerig ben. En nou is het ook, ik ben ook verkouden de hele tijd. En iedereen is de hele tijd verkouden en hoest en doen. Dus misschien dat het daarmee te maken heeft. Weet ik niet, maar in ieder geval valt het me op. En zeker in filmpjes dat ik echt denk, nou goed, even normaal. Hijgend, alsof ik heel erg aan het rennen ben. Dat is helemaal niet waar. Ik ben gewoon heel kortademig, dus dat merk ik. Mijn huid is veel onrustiger dan bij Niels. Ik heb echt, ja, je ziet nu niet, want ik heb het bedekt, maar ik heb hier echt allemaal pukkels. Echt onderhuidse bulten en dingen en nou, dat rood en dik en dat krimpt en dat gaat weer. En dat is, nou, goed dat. En ik heb volgens mij vorige keer al gezegd meer haargroei. Dus niet alleen zeg maar om mijn hoofd, maar ik merk gewoon ook op mijn benen dat het sneller groeit en zo. Dus ja, dat valt me ook op. Dus dat zijn eigenlijk... En verder, ja, wat ik al zei, ik mag echt niet klagen. Ik voel me echt prima. Los van die moeheid en dan die misselijkheid. Het is dan niet heel fijn, maar het is echt niet noemenswaardig. Dus ja, ik ben blij dat we er eigenlijk weer redelijk goed doorheen komen door die eerste 3 maanden. Ja, het is zo gek. Mijn buik, het is echt, nou, ik zal hem zo even laten zien. Het is echt heel lastig om te verbergen. En wat ik ook heb, het kan ook aan de mode liggen, maar ik heb vorige zwangerschap, heb ik echt pas heel laat hoefde ik zwangerschapsbroeken aan. Ik kon heel lang mijn oude broeken aan. Ook vooral omdat ik vanwege mijn sowieso al vaak opgezette buik al wat lagere broeken droeg. Dus ik denk dat de mode ook, het is natuurlijk allemaal wat hoger gegaan en... ja, ik denk dat het daardoor misschien nu ook eerder, zeg maar, dat ik echt denk... Ik weet niet hoe ik deze broek nog aan moet doen de hele dag. Want je kan hem wel dicht krijgen. Maar het is comfortabel, zou ik het echt niet willen noemen. Terwijl, ik ben wel afgevallen. Dus zeg maar, mijn benen en zo, dat had ik vorige keer ook trouwens. Ik viel vorige keer ook eerst af en daarna kwam ik pas aan. Ik ben sowieso niet super veel aangekomen tijdens zwangerschap. Het was echt alleen mijn buik, zeg maar. Dus ik merk dat bij mijn benen zitten broeken losser. En van boven denk ik echt, oh, mag die open? Dus nou ja, thuis heb ik standaard een jongboek aan. Of nou ja, deze pyjamabroek woon ik eigenlijk in. Die zal je zo alweer zien, zag je vorige filmpjes ook. Maar ja, ik trek het gewoon niet. En ik heb dan nu panties heb ik een maat groter gekocht. Maar mag eigenlijk ook nog niet echt baten. Dus ik ben eigenlijk wel heel blij als ik gewoon zo meteen lekker zwangerschapsbroeken aan kan doen. En nou ja, mijn buik kan laten. De jeuk, want die had ik natuurlijk ook behoorlijk. Die is ook nog steeds, ik moet ook zeggen dat het zich wat meer verspreidt naar boven toe. Dus ik heb nu ook jeuk bij mijn buik bijvoorbeeld. Maar ook allemaal, weet je, het is allemaal in de marge. Ik krap mijn benen gewoon af en toe een beetje open. Ik probeer ze heel erg te smeren, maar soms is er niet tegen op te smeren. Maar ja, het is allemaal zeer beperkt probleem. Ik ben er echt heel blij mee dat zo gaat. En... Nou, dat ik me relatief gewoon goed voel. Maar je merkt gewoon, ja, bij een tweede kindje is het gewoon wel wat zwaarder. Ik bedoel,
ja, Niels wil wel veel getild worden, want die was de afgelopen tijd ook niet helemaal lekker. Hij zit nu, ik ben 2 en ik zeg nee, fase zit hij nu in. Ik moet zeggen, echt klokslag dat hij 2 werd begonnen, want daarvoor hoorde ik andere mensen al over, maar had ik zelfs iets, nou, dat is hier nog niet echt, maar nu, nou, hij zegt niet echt nee, maar hij gaat gewoon huilen. Dus ja, daar moet ik, dat heb ik ook, ik ben iets hormonaler, ik ben iets minder geduldig. Maar daarbij moet ik dan ook zeggen dat ik mezelf ook wat meer lucht geef. Dus als ik het gevoel heb van ik trek het gewoon even niet, dan zet ik me gewoon even achter een filmpje. En dan, nou ja, goed, dan 10 minuten later, dan kunnen we er weer tegenaan. Zeg maar, dat soort dingen doe ik nu wel iets vaker. Ik probeer daar gewoon ook wel een beetje luchtig voor mezelf mee om te gaan. Dat zijn volgens mij wel de belangrijkste dingen. Nou, en nu, ja, nu kunnen we het echt een beetje, ja, dan kan het echt, zeg maar, in je hoofd ook wat anders gaan worden dan. Ze was nog heel blij dat het er geen 3 waren. Of 2. Weet je wel. Die hadden ze, ja, dat had ook gekund. Ik dacht, nou, het zit helemaal niet in de familie. En natuurlijk schiet het wel eens een keer door je hoofd. Maar nou, we zijn heel blij dat er gewoon eentje is. Niet, ik bedoel, 2 lijkt me hartstikke leuk hoor. Maar ja, weet je, we hebben al een kind. En ja, ik vind 2 gewoon een mooi aantal. Dus ja, ik had niet zoiets van, ik hoop nu dat er 2. Zoals Sven ook zei, bij een eerste, weet je, is dat allemaal nog prima en prachtig. En nu denk je, ja, joh, 1 is al best wel pittig. Dus 2, echt respect voor mensen die een tweeling hebben. Al hoor ik wel van iedereen van, na het eerste jaar is het juist makkelijker om een tweeling te hebben. Maar goed, ik ben toch heel blij dat het er eentje is. En, sorry, ik zal mijn telefoon even het geluid zacht zetten, want dit werkt natuurlijk niet, hè. Hop. En, ja, wat heb ik nog meer te vertellen? Nou, waar ik vooral zin in heb, zal ik nog eventjes, niet zozeer zoet, maar ook niet echt zout. Ik heb bijvoorbeeld, wat ik nu heel lekker vind, is een speciaal soort brood met, hoe heet dat? Gelders gekookte worst. Oké. En wat ik ook nu graag eet, is gewoon zuivel, yoghurt, kaas probeer ik dan zo min mogelijk te doen. Ik heb soms heel erg behoefte aan koud, soms aan warm. Thee heb ik niet zo heel veel behoefte aan, dat had ik vorige keer ook niet. Liever bijvoorbeeld dan spa rood. Ik drink ook wel gewoon thee. Ik merk dat ik, en dat vind ik wel, en dat is wel het interessante ook van dat je urine verzamelt, dat ik merk dat ik veel minder drink dan normaal. Niet dat ik daardoor minder plas, maar ik merk wel, want je plas nu sowieso meer. Maar dat je ziet natuurlijk aan de kleur van je urine wel, en dat vond ik wel goed om te zien, dat ik dacht, oh ja, normaal drink ik heel veel, maar het is omdat ik er nu gewoon niet zoveel zin in heb, in drinken, in zijn algemeenheid. Dus dat vond ik wel interessant. Ik dronk de afgelopen week natuurlijk vrij vaak een blikje cola op een dag, zeg maar. Niet meer dan dat, maar gewoon een blikje omdat ik geen koffie drink en zo moe was. Nou, dat probeer ik nu ook weer te stoppen, want ja, je krijgt een soort rush en daarna komt er net zo goed weer een dip. Maar daar kwam ik vaak net de werkdag mee door. Dat probeer ik nu ook minder te doen. En ik heb ook niet zoveel zin in. Dat soort reacties heb ik vaak als ik aan eten denk. Maar zoals vanavond zag ik dat de hutspot eten. Oh, daar heb ik eigenlijk wel zin in. Aardappels en zo. Ja, Hollandse kost. Dat gaat er tegenwoordig. Risotto vind ik ook lekker. Pasta ook en zo. Maar echt exotischere dingen dan. Nee, daar word ik ook niet op blij van. Dus heel gek dat je toch een soort van. Een soort voorkeuren creëert. Dus ja, dat eigenlijk een beetje. En ik merk dat ik een beetje vocht vasthoud. Ik merk dat mijn ringen wat strakker zitten. Maar ook allemaal niet heel erg. Ja, en ik ben me ook bewuster van dingen of zo. Ja. Dus dat is het eigenlijk. Dat is hoe ik mij voel bij 10 weken 6 dagen. De komende tijd, ik zal zo mijn buik natuurlijk nog even laten zien. Maar de komende tijd denk ik dat er dus, ik denk dat je dat de afgelopen tijd hebt gezien, dat ze wat dicht op elkaar zitten. Omdat ik natuurlijk probeer, ik wil natuurlijk sowieso pas online zetten nadat ik de familie heb verteld. Dus het komt ergens rond kerst, komt het eerste filmpje online, dus deze zal net in het nieuwe jaar zijn. Maar ik probeer ze dan wel vrij snel op elkaar te doen, zodat ik daarna weer redelijk gelijk loop met mijn zwangerschap. Dat vind ik wel leuk, want dan kan ik jullie echt meenemen. Natuurlijk zal ik altijd iets vooruit werken, maar in ieder geval nu zit ik natuurlijk, ik moet even die... Nu die 3 maanden, zeg maar, moet ik weer eventjes comprimeren tot een behapbaar gebeuren. Dus ja, ik neem jullie gewoon mee, de zwangerschap weer. Ik ben heel benieuwd. En nou ja, weet je, heb je vragen, stel ze vooral hieronder. Ook gewoon je eigen ervaring.
bij een eerste versus een tweede. Of misschien is het je eerste en wil je die ervaring gewoon delen. Ik heb natuurlijk ook voor mijn eerste zwangerschap filmpjes gemaakt. Dus die zal ik ook wel eventjes linken. Die vind je volgens mij onder het kopje zwangerschap, de afspeellijst. Maar daar vallen deze natuurlijk straks ook weer onder. Kortom, genoeg te zien. Ik ga zelf kijken, ik ook mijn oude filmpjes terug. Omdat ik dat wel heel grappig vind om te zien, ook om te kunnen vergelijken. En dan is het nu tijd voor de buik. Nou, nu heb ik natuurlijk een enorm gewaad aan om alles nog geheim te houden. En ik heb natuurlijk een pyjama broek aan. Maar ik zal het even zo doen. Dit is nu mijn buikje. En ik moet zeggen dat die nu niet echt opgezet is. Want normaal is hij ook nog opgezet, dan is het nog erger. Maar het is nu nog 's ochtends. Dus nou, het is nu nog wel bescheiden. Maar het is niet niks, zeg maar. Nou, dat zie je ook wel. Ik hoop niet dat we nu buren langslopen. Ja, dus dit is het al. Dat is best wel bizar. En ik denk dat het dus deels nog lucht is. Maar het is ook gewoon, het heeft wel heel erg de vorm. Wat ik wilde zeggen toen de hele boel instortte, is dat het wel weer echt ook die vorm heeft die ik herken van mijn eerdere zwangere buik. Dus ja, dit was het. Dit was de update weer voor deze week. En ik neem jullie, nou ja, om de week ongeveer mee. Dus nou, hou mijn kanaal vooral in de gaten. En wil je op de hoogte worden gehouden, dan kan je ook, als je geabonneerd bent, en dat zou ik heel leuk vinden, als je geabonneerd bent, kan je ook aanvinken dat je op de hoogte wil worden gehouden. Dus dan krijg je, zodra er een nieuwe video is, krijg je daar een mailtje over. Ja, of een tegenwoordig verschijnt volgens mij ook op je telefoon. Dus ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ik wil jullie ongelooflijk bedanken. En ik zie jullie heel graag volgende keer weer bij een nieuwe video.